we bekijken graag alles van de positieve kant. Ja, uiteraard. Wat zijn de voordelen van de lockdown? Nou, dat ik lekker rustig kan lopen hier. Het is niet zo druk en ja, je moet je toch aan de regels houden. En dan moet je dat van de positieve kant bekijken. En, nou, we genieten gewoon ervan. Elke week zet ik een route uit en dan loop ik een marathonnetje wandelrennend. En de ene keer hier in Renen, de andere keer zit ik bij Nijmegen. En dan zoek je gewoon de mooiste paadjes uit. Dat, is gewoon, dat kunt u nu meer dan zonder lockdown? Nou, ik ben wel actiever, ja. Met de lockdown. Ook gezonder daardoor? Nou, ik was voor de lockdown al begonnen met iets meer te trainen. Laten we het daarop houden. En, maar ja, goed, het gaat de goede kant uit. Dus ik voel me echt perfect. Nou, wel iets meer rust en zo. Maar ja, ik vind het ook wel jammer dat het zo lang duurt, zeg maar. Dus voordelen moet ik echt even over nadenken. Nou, de kinderen zijn thuis en daardoor maken we als gezin wel een hele hoop zo met elkaar mee. Dat is natuurlijk wel speciaal. En ja, er is gewoon ook 's ochtends iets meer rust met opstarten en dat soort dingen. Dus ja, ik zit het meer in het praktische even te bedenken. Ja. Nou, ik vind dat je niet zoveel schoolwerk hoeft te doen. Maar ik vind het wel natuurlijk jammer dat je niet met je vriendjes kan spelen. Voordelen? Niet zo heel veel. Nee? U kunt er geen één noemen? Het is wat rustiger misschien op straat. Maar zoals nu wandelen is het ook drukker. Dus ik zie niet zo heel veel voordelen, nee. Dat je lekker kunt gaan wandelen met elkaar. U doet dat meer dan normaal? Veel meer. U geniet ervan? Ik geniet er reuze van. En zij ook, denk ik. Merkt u ook dat uw gezondheid vooruit gaat daarmee? Dat weet ik niet, persoonlijk. Of dat zo is. Maar ik denk het wel. Het is sowieso niet fout om te wandelen, toch? Mm-hmm. Dus nee. En de prachtige natuur al hier in deze buurt. De voordelen van de lockdown, nou, we toch wel hele leuke dingen doen, hè Joke? Ja, kunt u een paar voorbeelden noemen? Nou, we hebben lekker warm chocomel bij ons. Dus we zoeken straks een heerlijk plekje op. En dan gaan we zitten genieten met een mooi uitzicht. Er zijn ook natuurlijk altijd de nadelen. Maar ja, dat is een voordeel, Joke. We hebben het nog steeds goed samen. Ik ben burgemeester. En ik heb meestal een hele volle agenda. Maar nu mag ik af en toe ook gewoon een eentje rennen. In de lunchpauze. Dus dat vind ik fijn. En ik vind het heel fijn dat het de terugkeer van de ommetjes. Gewoon je kijkt in je eigen omgeving. Je bent gewoon weer blij met wat je hebt. En natuurlijk is er van alles op af te dingen. Maar daar ben ik heel blij mee. Ja. En mag ik vragen waar u burgemeester bent? Wijkbeduursteden. Oké. Lekker aan de fiets, toch? Ja, dit mag. Ja, gelukkig. Oké, geniet ervan. Ik kijk naar wat er nog wel mag. En ik hoop de rest ook. Ja, je moet van slechte situatie het beste zien te maken. En dat proberen we vandaag te doen. Door? Dus even erop uit. Een beetje fietsen en dan weer snel naar binnen. Wat boodschappen doen en that's it. Ja, het is even niet anders. En het grote voordeel is? Ja, het grote voordeel nu is dat je gewoon wat meer ook thuis aandacht kunt geven aan bepaalde zaken. Het was natuurlijk altijd vaak onderweg en vergaderingen vooral buiten de deur. En nu ben je gedwongen om dat thuis te doen. En daardoor ontstaat er ook meer tijd om andere dingen te doen. Het lukt goed om te sparen. Oké. Ja. Lukt het nou beter dan zonder lockdown? Ja, want je gaat niet naar terrasjes, restaurantjes. Dus ja. U houdt geld over? Nou, ik ben aan het sparen voor een nieuwe badkamer. Dat gaat nu makkelijker dan normaal. Ja. Ik ben minder moe. Oké. Geen minder reistijd. Dus ik kan gewoon thuiswerken en dat scheelt een hoop. Het scheelt een hoop in je energiebalans. Mm-hmm. En is dat het grootste voordeel? Voor mij persoonlijk wel. Rust. Ja? Ja? Merkt u dat aan alles? Ja. Nou ja. Ja, je programma zit wat minder vol. Geniet u ervan? Nou, vrij neutraal. Voor mij meer rust. Ja, en hoe uitzicht dat? Ja, niet in een grote groep allemaal. Ik ben geen groepsmens dus. U geniet van het kleine? Ja. Je gaat je op een andere manier leuke dingen opzoeken. Veel wandelen. Dat geeft de mensen positiviteit, toch buiten zijn. Dus vandaar. Dus we zoeken alles op internet en social deal. En dus we verzinnen van alles om lekker op te gaan wandelen. Dank u wel. Mooi antwoord. En voor de rest werk ik in de zorg, dus het is hard werken. Dus dit hebben we even nodig.